Guy Verhofstadts derde leven als premier, alle dagen van hot naar her, naar de Italiaanse president Napolitano in Rome, naar Malta dat toetreedt tot de Europese Unie, naar de ministerraad, naar een verrassingsfeest voor journalist Paul Goossens die 65 wordt, naar president Sarkozy in Parijs, naar de Lambermont voor een ontmoeting met de Pakistanse president Musharraf. Ja, dan gaan we nog met twee zijn. Ik denk dat het gewoon bij mensen wel een vak, maar dat nam ik van iets zeggen. Wat de first time met jullie, hè? Naar de Alyschinsky-tentoonstelling met de regering. Vicepremier Yves Leterme is opgenomen in het ziekenhuis Gasthuisberg in Leuven. De CD&V-politicus voelde zich al een paar dagen grieperig. Gisteravond werd hij echt onwel toen hij met andere leden van de regering de Alyschinsky-tentoonstelling bezocht in Brussel. Yves Leterme blijft zeker nog tot morgen op intensieve verzorging. De eerste officiële afspraak die Yves Leterme vandaag heeft moeten missen was de ministerraad. De andere ministers maken zich zorgen over de ingreep die gebeurd is. Ze maakt dat de zaak in de goede richting gaat, maar we moeten nu nog een heleboel verdere onderzoeken doen bij hem om eigenlijk de echte oorzaak vast te stellen. Ik heb iets bloemen namens de regering laten afgeven. Guy Verhofstadt controleert bij zijn woordvoerder Koert de Buff of die de pers goed inlicht over zijn reactie op de ziekte van Yves Leterme. Hij heeft er bloemen opgestuurd. Vanmorgen te contact had met zijn echtgenoot. Er is een verslag over zijn gezondheidstoestand in de ministerraad uitgebracht. En van zodra hij bezoek ontvangen zal ik daar zijn. Okay. Die vierde. Ja, oké. Okay. Tibet. Guy Verhofstadts zoon Louis doet mee aan een toneelvoorstelling op school. Oh, mag hij het schoon doen? Dank u, ik heb ze van mijn mama. Ah, mag dat nu? Goed gedaan, Louis. Ik vind niet Tony uit, hè? De Raad van Wijze heeft afgelopen nacht eindelijk een akkoord bereikt over de staatshervorming. Die zal in twee fasen verlopen, één voor Pasen, een tweede voor de zomer. Een van de opmerkelijke maatregelen uit de eerste fase gaat over... Partijbureau gaan inleggen, de koning gaan inleggen. En dan om 1 uur, up. De begroting. Volgende punt. Zet je moe? Nou, ik heb bijna niet kunnen... Allee, mensen is moe, maar ik kan niet slapen. Hè. Daar begint alles. Hè. Doe er nog een keer de dingen over. Hè. Als de onderhandelingen doe er nog een keer over, snap. Maar zo'n nachtelijke vergadering, dat is weer een mogelijkheid om vaak akkoorden te maken. Brengt moeheid een mens tot toegeving of zo? Nee, dat is ook gewoon goed worden tot tijd. Nee. Het is misschien niet de grote ultieme staatsorde die de CD&V heeft gepropageerd voor de verkiezingen, maar het is een belangrijke stap vooruit, zowel naar de federatie toe als naar Vlaanderen toe. Het feit dat we dan na 8 maanden dankzij Guy gelukt zijn, denk ik, is het belangrijkste politieke feit. Het feit dat er een akkoord is. Ik denk dat wij als partij moeten, ik heb dat er juist ook al buiten gedaan, naar de camera's toe, ik denk dat we daar zeer positief moeten op reageren en duidelijk maken dat dat de verdienste is van Guy Verhofstadt en dus ook van Open VLD, dat we daarin geslaagd zijn om... Pak er maar Jean-Luc ook bij. Om zo'n akkoord. Maar ik denk dat de CD&V dat genoeg doet. Een dag dat ik één keer hoor dat de CD&V u vernoemt, zullen wij dat ook doen. Maar ik denk dat wij vooral moeten ervoor zorgen dat we duidelijk maken dat het werk is geweest van Guy Verhofstadt. Het is alleszins een hele prestatie dat eigenlijk na 8 maanden Guy Verhofstadt erin geslaagd is om een akkoord te maken, een communautair akkoord te maken, waar schijnbaar alle wijzen zich kunnen achterscharen.
De kartelpartner van CD&V, de N-VA, vindt het akkoord over de staatshervorming onvoldoende. Zij zullen volgende maand niet meestappen in de regering Le Terme. Dat is zeker een gevaarlijke spreidstand, maar ik doe graag op een gevaarlijke manier aan politiek. Dat is ook in dit land de enige manier om iets te bereiken. Dat je alles in een grand écart moet gaan, zoals Kim Kleister met veel succes heeft voorgedaan in de tennis. Dat kan tot succes leiden. Leidt dat niet tot succes, zal iedereen zeggen, we hebben het zien aankomen. Dat was te verwachten. Leidt het wel tot succes, dan is iedereen dat snel vergeten. Ik wil tot de laatste kaart meespelen, want ik weet als ik weg ben, dan is het helemaal om zeep. Bescheidenheid, joh. We zijn nu woord. Als ik weg ben, is het om zeep. Enfin, jongens, enfin. We zijn mee bezig. Deze middag is dat goed, vanavond is dat weer weg. Dat een gans beeld van er is een akkoord, is nu alweer al weg. Het is grotendeels toch in de VA, hè? Dus het akkoord is nog maar pas gemaakt en het is al gedaan met het akkoord. Heb je geen controle of niet? Het was in de VA, Zweden zut. Ja, het feit dat we erin slagen na zoveel maanden dat volledig akkoord te maken, dat is het nieuws en dat is allemaal weg. Ja, dat is klopt, hè. Dat is ongesteld. Ja. Niet leuk, hè, jongen. Verdomme, na weken aan te werken aan dat spel. Dat wordt allemaal kapot gemaakt in één keer. Ja. De federale regeringstop buigt zich ondertussen opnieuw over de begroting. Er moet nog 1 miljard euro gevonden worden. Er is onder meer sprake van een tax op de kerncentrales. Lorette Onkelings legt de begrotingsbesprekingen uren lam doordat ze enkele voorstellen afblokt. De nacht glijdt tergend traag voorbij. Het wordt 2 uur, 3 uur. Guy Verhofstadt is moe en geërgerd en hij verbergt het niet. Nu zit ze daar te discussiëren. Maar mensen, sociaal zeker. Ik kom te zeggen dat dat niet kan, maar dat wordt opstaan. Nee, ofwel komen die mensen niet zitten om in een werkgroep een akkoord te maken, ofwel gaan wij voort. Maar wat er... Wat is nu te doen? Zijn ze je voorstel af te blokken? En we zijn dus ook bezig aan het pensioenvoorstel, om Sabine nog te bekijken. Het uitgeven is gemakkelijk. Rond 6 uur vanochtend slaagden de topministers erin om het huishoudboekje van de staat in evenwicht te brengen. Er zitten voor 340 miljoen euro... Ik denk dat je inderdaad niet te veel in de time ik moet treden, maar meer politiek moet duiden. Zo. Een lachertje. Nou, het was uiteindelijk geen lachertje, hè? Nee, maar de besparing wel. Maar de uitgaven. Ik kan nu. Ik ben naar boven. Er is toch niets bij u geen serieus. Ik kan even de handen bedanken. Er is al 2 uur bij u geen land te bezeilen. Gaan ze negatief tegenwerken. Energie notief, uw gebouwen notief, uw dingen allemaal dan deze. Zeg, ja. Ik heb daar toch op het einde nog wat veranderd, hè, manneke, in die sociale, want er was daar anders een ander patat dat daarin stond. Hè. Dat heb jij gedaan. Dat kent nog iedereen, hè? Het maakt natuurlijk die fallout en alles. Je kunt dat niet. We blijven in een instabiele situatie zitten. De vicepremier.